Yo guys, we zijn er weer met een nieuwe video waarin we setups reviewen die jullie hebben ingestuurd. En vandaag zelfs 4 setups, dus laten we snel gaan kijken naar de allereerste setup van vandaag. En de eerste setup is deze hele coole setup van Rien. En Rien omschrijft zichzelf als een game opa, dus Rien is al een beetje op leeftijd. En ik vind het echt super cool om terug te zien dat iemand die een keer niet extreem jong is, ook gewoon lekker een gaming setup heeft. En wat voor een. Want dit is echt een hele dikke setup. 4 monitoren die perfect aan elkaar zitten. We zien een game PC'tje, een hele goede setup en ik ben heel erg benieuwd wat jij precies gebruikt voor het gamen. En hier vinden wij een andere foto van de setup en dan zien wij dat jij een AOC van 32 inch wel 3 keer gebruikt. Dus al deze schermen zijn 32 inch. En dan zijn ze ook nog eens gewoon met een hoge refresh rate, wat gewoon super handig is voor het gamen. Dan verder voor de peripherals gebruik jij van SteelSeries de Apex Pro Mini als toetsenbord. En de muis is de SteelSeries Rival 3. Dus ik zie hier en daar wel wat kabels, maar je hebt ze wel gewoon goed weggewerkt door een gat in je bureau te maken. En ook hier langs je monitorarm ze weg te werken. Verder geen kabels, alleen van je headset, dus dat is helemaal prima. Wel vind ik de muismat een beetje gek, want ik zie hier een RGB muismat met daarop dan weer een andere muismat volgens mij. Maar hier op deze foto zie ik dat niet meer terug, dus hier lijkt de RGB muismat weer weg. Dus ik weet niet helemaal wat ik daarvan vind. Misschien zou je nog een andere muismat in je setup kunnen toevoegen. Op zich, je hebt nu wel een grote muismat en dat is natuurlijk lekker, alleen is die wel een beetje basic. Maar verder super nice. En je hebt ook 2 speakers in je setup. Dat zijn de Logitech Z200. Hele bekende speakers. Best wel budget, maar dat is gewoon helemaal prima en helemaal lekker om in je setup te gebruiken. En dan gaan we ook even kijken naar de PC. En in deze PC vinden wij een Intel Core i5 processor gecombineerd met een RTX 3050. Verder vinden we ook nog 32 GB aan RAM. Het is niet een extreem dure PC, maar het is wel gewoon een prima PC waar je gamepjes mee kunt spelen. En een 30-series kaart is altijd lekker om in je PC te hebben. En dan voor de decoratie zien wij een aantal wandpanelen. Hier nog een lekker LED-strippie. Je hebt een heel erg groot bureau, want je hebt hier een breed bureau dat misschien wel 3, 4 meter is. Dan heb je hier nog een stuk bureau en aan deze kant ook nog. Dus bureau genoeg. En je hebt er ook gewoon gebruik van gemaakt door decoratie op je bureau te zetten en wat kastjes onder het bureau. Dus hele chille setup. Het lijkt me extreem lekker om hier gewoon lekker te kunnen gamen. Ik heb ook niet heel erg veel tips, want de setup is gewoon vrij compleet. Dus ik wil jou bedanken voor het insturen van jouw setup, Rien. En dan gaan wij kijken naar de tweede setup van vandaag. En dan is dit de tweede setup van vandaag. Een laptop setupje. En dit is de setup van Lars. En Lars schrijft dat hij 11 jaar is en dat hij een laptop heeft. En daar een setup omheen is gaan bouwen. Nou, je bent 11, dus dat is echt extreem jong. En dat je dan überhaupt al iets van een setup hebt. Toetsenbord en muis is gewoon allemaal mooi meegenomen. En ik vind ook dat je wel gewoon een leuk bureau hebt. En dat je het leuk hebt aangekleed. En het begin van de setup is er gewoon. Dus dat is super cool. Je zegt ook dat je nog veel dingen moet upgraden. Zoals een toetsenbord die je wilt vervangen en de muis. En ook een Tommy Boy muismat moet nog in deze setup komen. Dus dat is natuurlijk super vet om te lezen. Maar wat hebben we dan precies in de setup? We hebben voor de laptop een Lenovo laptop. Nou, wat natuurlijk gewoon een prima laptopje is om te gebruiken voor schooldingen en misschien hier en daar een gamepje op te spelen. En dan voor de peripherals gebruik jij van het toetsenbord een Silver Gear toetsenbord. Nou, die heeft gewoon RGB, die is full size. Dat is gewoon een budget toetsenbord. Hij is wel heel erg groot. Ik ben zelf niet echt fan van die 100% layout dat je ook die numpad erbij hebt. Dus misschien kun je een keer op zoek naar een budget en dan een kleiner toetsenbord. 75% of 60% toetsenborden zijn voor gamen wel lekker. En ook voor in de setup staan ze wel heel erg goed. En de muis is er gewoon eentje van de action. Nou, die doet gewoon wat die moet doen. Die kan wel een upgradeje gebruiken en dat ga je ook doen. Dus dat is helemaal prima. En die staat ook op een RGB muismat, een klein muismatje. En dan hier aan de linkerkant heb je ook nog een muismat. Dus 2 kleine muismatten die je dan wilt gaan upgraden naar een grote muismat. Wat ik denk dat wel echt een hele goede is. Dan vinden wij verder nog een headset, een draadloze headset in deze setup. En die is ook op een headset stand met RGB gezet. Dus dat is super lekker. Je hebt hier nog een LED-stripje achter je bureau lopen. En ook een lamp heb je nog voor de decoratie op je bureau. Dus je hebt ook wel gewoon wat decoratie wat leuk is voor in de setup. Anders zou het heel erg kaal zijn, maar nu valt dat dus wel mee. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe jouw setup zich verder gaat upgraden. Want je kunt nog naar een PC toe, een console toe. Je kunt nog naar een groter bureau. Dus er zijn nog wel heel erg veel dingen die je kunt doen en die ga je ook waarschijnlijk doen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe jouw setup zich gaat ontwikkelen. En laat hem dan zeker nog een keer achter. Altijd leuk om een upgrade van een setup terug te zien. Dus dankjewel Lars voor het insturen van jouw setup. En dan gaan wij door naar de derde setup van vandaag. En dan is dit de derde setup van vandaag en ik weet niet wat ik allemaal aan het zien ben. Maar dit slaat natuurlijk weer helemaal nergens op. Dit is de setup van Bjarne en Bjarne heeft ervoor gekozen om mij op zijn achtergrond te zetten. Ik weet niet waar we naar aan het kijken zijn, maar oké. Hele goede setup wel. Bjarne heeft al een keer in de eerste aflevering zijn setup ingestuurd. Maar hij heeft een aantal dingen verbeterd. En daarom komt hij nog een keer terug. En de PC moest ik wel voorbij laten komen. Want die is echt heel erg sick. Dus daar gaan we eerst even naar kijken. Want ik
vind het nog steeds insane wat een PC jij gebouwd hebt. Want in deze PC vinden wij een Intel i9 van de 13e generatie, gecombineerd met een Asus ROG 4090 GPU. Deze witte GPU is duurder dan de meeste PC's en het is ook echt een ongelofelijke grafische kaart waar je gewoon alles mee kunt doen. Dan voor het moederbord heb je een Asus ROG Strix moederbord, de Z790, ook een wit moederbord. Alles in deze PC is wit en het is echt super clean als je het mij vraagt. Ook heb je DDR5 RAM en wel 32 GB. En ook heb je nog 2x2 TB opslag SSD van Samsung. Dus aan opslag ook geen gebrek in deze setup. En dan heb je natuurlijk al die extreem coole Liang Li fans. Je hebt ook nog Liang Li strimmer cable, deze waar RGB in zit. Nou, dat is natuurlijk super cool. Je hebt een Liang Li cooler. En voor de case heb je een NZXT H9. Dat is echt een super coole case. Het lijkt een beetje op die O11 Dynamic, maar het is dus van NZXT de nieuwe case. En ook de overall setup is echt extreem cool. Echt een hele chille kamer, een hele chille setup. En voor de rest vinden wij ook nog een aantal coole dingen in de setup. Namelijk een 27 inch monitor van IAMA en een LG monitor die ook 27 inch is. En de LG draait op 144 Hz en de IAMA op 75. En dan verder vinden wij in deze setup nog een Ducky 1-2 Mini met MX bruine switches. En er zitten van die pudding keycaps op van HyperX, waardoor je wat meer RGB glow hebt. En dat is natuurlijk altijd lekker. En dan verder voor de muis de Logitech G Pro X Super Light. Je hebt ook je mic recent geüpgrade, die je gebruikt voor streamen. En dat is de Shure SM7B. Nou, echt een extreem goede microfoon. En die is gecombineerd met de Go XLR voor de audio. Dus alles in deze setup is ook echt van extreme kwaliteit. En natuurlijk ook een hele coole muismat, de Tommy Boy muismat. Dit is de Woods in het oranje. Dat zie je bijna niet omdat het een beetje donker is. Maar het is een beetje een oranje bruine muismat. En hij is echt super cool. Staat ook echt heel erg goed in deze setup. Dus het is insane dat mijn muismat weer in zo'n super coole setup ligt. Dat is altijd leuk om te zien. En hij staat ook echt heel erg goed in de setup. En dan verder qua decoratie ben je ook nog helemaal stacked. Je hebt wat wandpanelen, een plankje. RGB genoeg. Je hebt hier ook zo'n Govee Glide wat super cool is. Je hebt twee plankjes van Ikea. Een heel groot plankje en een wat kleinere en met wat decoratie erop. Maar het is gewoon hele coole decoratie en het geeft gewoon persoonlijkheid aan de setup. Dus ja, al met al hele coole setup. Bjarne, het blijft een genot om jouw setup te mogen reviewen. Als er nog een keer iets upgrade, laat het zeker weten. Super dikke setup en bedankt voor het insturen. En dan is dit de laatste setup van vandaag en dat is de setup van Tuur. En Tuur schrijft dat hij 13 jaar is en dat hij het leuk zou vinden als de setup voorbij komt in een video. Nou Tuur, je zit in de video. En je hebt best wel een leuke setup. Zeker voor iemand van 13 is het best wel insane wat voor een PC en peripherals je al op je bureau hebt liggen. Dus laten we weer beginnen bij het kijken naar de PC, want daar ben ik wel benieuwd naar. En in deze PC vinden wij een AMD grafische kaart, namelijk de RX 6650 XT. AMD grafische kaarten zien we niet heel erg vaak voorbij komen, maar die zijn natuurlijk ook hartstikke goed. En je hebt hem gecombineerd met een Ryzen 5 5600G. Nou, voor een processor en een grafische kaart is dat natuurlijk helemaal prima. Dan heb je nog 16 GB aan RAM van Corsair. En zit alles op een moederbord van MSI, namelijk de MPG B550. En voor de case heb jij een Corsair 4000D. Nou, de case vind ik heel erg cool. En de PC-beeld is ook gewoon heel erg goed. Je hebt leuke RGB ook nog op je AIO en op je RAM-sticks. En ook de fans van de PC hebben RGB, dus dat is super cool. Ik vind de looks van de PC heel erg goed. En ook de kwaliteit van de PC en de games die je ermee kunt spelen zijn gewoon goed. En dan verder voor de monitor heb jij een 27-inch monitor van Razer. Nou, die heeft 165 Hz, dus dat is helemaal prima voor gamen. Lekker een snelle refresh rate. Die heb je gewoon op de monitorstand gezet. Die zou je eventueel op een monitorarm kunnen doen. Dat geeft een net wat opgeruimder, een iets cleaner aspect aan de setup. Maar natuurlijk misstaat die niet op een stand, zeker als je maar één monitor hebt. Dan voor de peripherals voor het toetsenbord gebruik jij een Keychron K8 met Gateron switches. En voor de muis de Razer Basilisk X. Een draadloze muis, een hele goede muis van Razer. En de peripherals zien er heel erg goed uit. En ze liggen ook op een hele grote XXL muismat. En dat is natuurlijk altijd lekker. En hier heb je ook nog een foto van de cable management. Die heb je wel degelijk gedaan. Je hebt natuurlijk gewoon een stekkerdoos bevestigd aan de onderkant. En een USB hub, dat heb je gewoon goed gedaan. Wel zijn er een hele hoop kabels zeg maar uit cable management gegaan. Dus daar zou je misschien nog even opnieuw een upgrade aan kunnen geven. Zodat het weer clean is. En ik denk als je dat allemaal doet, dat het best een clean setup is. En je hebt ook nog wat RGB onder je bureau geplakt, dus dat is altijd leuk. Ik zou het wat cleaner maken door dingetjes op te ruimen, door misschien nog wat extra decoratie toe te voegen. Maar al met al hele goede setup. Dankjewel Tuur voor het insturen van jouw setup. Oké jongens, dan waren dat de 4 setups van vandaag. En wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Gooi nog even een like op de video en abonneer voor meer video's. En dan zie ik jullie terug bij de volgende video. Tot later.